We starten vandaag met een column. En degene die dat voor gaat dragen is Tim Veniga. En Tim Veniga, dat is de schrijver van Menslat. En hij is versiercoach. En daar gaat hij het een en ander over vertellen. Ga je gang. Oké, ik ga nu iets proberen wat ik al 7 jaar niet meer geprobeerd heb. Dat is een presentatie geven die ik heb voorbereid. 7 jaar terug heb ik dat ook een keer gedaan. Dat was niet zo'n succes, dus het is heel uniek en verwacht er niet te veel van. Maar omdat de organisatie het gevraagd heeft, zal ik je bij deze mijn column voorlezen. Toen in 2014 bekend werd dat vrouwen meer verdienden dan mannen, had ik een klein, heel klein vreugdemomentje. In een heel klein en prachtig ogenblik had ik de illusie dat het was afgelopen met de boze vrouwenbeweging. Het laatste pijnpunt, minder verdienen dan mannen, was weg. De feministische beweging kunnen we wel opdoeken, gooi een bom op de genderstudiefaculteiten. En nooit meer zien we het nieuwsbeeld vervuild met oncensuur schreeuwende en stevast verontwaardigde vrouwen. Maar ik had beter kunnen weten. Beroepsverontwaardigden die vinden namelijk altijd wel iets om over te klagen. Overhemden van wetenschappers, speelgoedfolders en datingcoaches. Tot die laatste categorie behoor ik helaas. Als datingcoach moet ik zalen boeken onder schuilnamen en zijn mijn bijeenkomsten voorzien van absurde veiligheidsmaatregelen die op een PVV-bijeenkomst niet zouden misstaan. Als je niet beter zou weten, zou je oprecht denken dat ik een leider ben van een nieuwe neofascistische partij. Maar nee. Ik ben Timmy uit Friesland. Ik geef mannen datingtips. En als je mannen datingadvies geeft, dan kan je nou eenmaal niet om mannelijkheid om zichzelf heen. Mannelijkheid doet het namelijk ontzettend goed op de datingmarkt. Maar ja, mannelijkheid in Nederland is nou niet bepaald populair, om het even heel simpel te zeggen. Ik heb een poging gedaan om mannelijkheid te definiëren. En vooral onze houding ten opzichte van mannelijkheid. En het dichtstbijzijnde wat ik kon komen was chlamydia. De meeste van ons die hebben het niet. En als we het al hebben, dan doen we er alles aan om het zo goed mogelijk te verbergen. We denken wel 10 keer na voordat we een mooie vrouw nakijken op straat. Dat is immers seksistisch. We spreken niet hardop uit dat we een vrouw aantrekkelijk vinden. Want als je een vrouw becomplimenteert op haar uiterlijk, dan ben je immers seksistisch. En dan neem je haar intelligentie natuurlijk niet serieus. Toen ik vorige week aan een cliënt voorstelde, dat hij tegen een vrouw zei, ik vind je een lekker ding, keek hij me vol angst aan. Veel te gewaagd, zei hij. Wat nou als ze denkt dat ik een creep ben? En voor de duidelijkheid, we stonden op dat moment niet op een begrafenis of bij een bushalte. Nee, we stonden om 6 uur 's ochtends in een afstands afterhours café. En deze man is geen uitzondering. Mannelijkheid in de vorm van een sterke man, een man die leiding durft te nemen. Een man die een vrouw overmand en een man die zijn seksualiteit omarmt, is al lang verdwenen. En we zien inmiddels, zien we ook de resultaten van deze prachtige ontwikkeling. We hebben meer vrijgezellen dan ooit, historisch hoge scheidingscijfers en een jeugd die massaal aan het tinderen slaat. Ik heb in mijn boek, wat je natuurlijk allemaal gelezen, gekocht hebt en aan al jullie vrienden hebben aangeraad, mensen, heb ik wel gezegd dat Tinder misschien wel het voortbestaan van onze samenleving zou kunnen redden. En als je misschien afvraagt dat deze ontwikkelingen mij in mijn dagelijks leven frustreren, totaal niet. Het zal je verbazen hoe bar weinig ik geef om het welbevinden van andere mensen in het algemeen. Als iets niet in mijn blikveld gebeurt, dan boeit het mij weinig. Maar als datingcoach heb ik nu eenmaal de taak om mannen te leren met vrouwen om te gaan. En als coach geef ik er de voorkeur aan
om aan te leren te functioneren in de echte wereld. Niet in een utopiaanse wereld waarin alles gelijk en eerlijk is. Nee, ik leer mannen te functioneren in de realiteit van echte liefde. Een liefde die seksistisch, racistisch, oppervlakkig is. Een echte liefde. Een echte liefde die even mooi als meedogenloos kan zijn daarin. En in die echte wereld vallen vrouwen nu eenmaal op echte mannen. Hoe hard ze ons ook willen laten geloven dat het niet zo is. En ik zal je een hele versimpelde uitleg geven. Afhankelijk van wanneer in onze evolutie, ik bedoel, er zijn altijd tienduizenden mensen die erover discussiëren, maar afhankelijk van wanneer je gaat kijken, bestaat onze ras zo ongeveer 250.000 jaar. En in die 250.000 jaar is de vrouw altijd afhankelijk geweest voor haar kwaliteit van leven van haar partnerkeuze op dat moment. En als er al ooit een vrouw heeft bestaan die op een slappe, gevoelige man viel, dan is die vrouw al lang uitgestorven. En als er vandaag iemand in deze ruimte aanwezig is, die denkt dat 250.000 jaar aan evolutie kan verdwijnen aan 60 jaar boze tuinbroeken, dan getuigt dat van een duizelingwekkend gebrek aan intellect. En of ons primitieve liefdesysteem gemoderniseerd moet worden, geen idee. Ik heb er zelf niet zoveel problemen mee. Ik heb 4 vriendinnen van wie ik ontzettend veel hou. Vrouwen die financieel, emotioneel, sociaal volstrekt onafhankelijk van mij zijn. Sterke, intelligente, ambitieuze vrouwen met wie ik een stabiele en langdurige relatie heb. En zij zijn vrij om alles te doen en laten wat ze willen. Niet omdat ik ze daar toestemming voor geef, maar omdat het per definitie autonome personen zijn. Over wie ik sowieso geen zeggenschap heb. Toch zullen ze in mijn omgeving nooit een zware boodschappentas dragen. Aan de straatkant lopen of een dinerrekening betalen. En dat is niet omdat ik niet denk dat ze niet sterk genoeg is om de tas zelf te dragen of dat ze over onvoldoende middelen beschikt om een etentje te betalen. Maar puur omdat ik vind dat iedere vrouw het recht heeft om zich als een prinses behandeld te voelen. Daarnaast voel ik me volstrekt vrij om seksuele toespelingen te maken naar een vrouw die ik leuk vind. Tijdens een telefoongesprek vanmiddag vroeg mijn assistent naar een van de aanwezigen van vandaag. Waarop ik antwoordde, ik ken haar niet, maar ben er op dit moment aan het googlen en ik zou haar zeker wel doen. De naam van deze vrouw zou ik niet hardop uitspreken. En dat is niet omdat ik bang ben om te zeggen dat ze een waanzinnige lach heeft die menig man in verlegenheid zou kunnen brengen. Maar meer omdat ik geen flauw idee heb hoe ik haar naam uit moet spreken. Als dat mij seksistisch maakt, prima. Het is maar zo. En ik heb het nog niet zo letterlijk gezegd, maar als een hoogwaardigheidsbeklemer het lef heeft en de mannelijkheid heeft om een jonge man te complimenteren op het feit dat hij een mooi pijpmondje heeft, is dat wat mij betreft net zo mannelijk en is hij meer burgemeester waardig dan wie dan ook. We dwingen onze jonge mannen op dit moment om hun seksualiteit te onderdrukken. We leren zich bijna om zich te schamen daarvoor. En dat is misschien wel een van de gevaarlijkste dingen die je kan doen. En ik hoop dat je nog niet vergeten bent wat er gebeurde toen we celibaat gezworen priesters een jongenschooltje lieten runnen. En ik hoop dat u niet bent vergeten wat voor wanstaltige misdaden dagelijks worden gepleegd door seksueel gefrustreerde mannen overal ter wereld. En mijn beste gok, want eerlijk is eerlijk, het is een gok, hè, wat weet ik er nou van, is dat mannen leren om hun mannelijkheid weg te stoppen, dat niet bepaald de oplossing is. Daarom heb ik voor vandaag een klein adviesje voor iedere persoon die hier in de zaal is. En mochten jullie ooit belast worden met een nobele taak om een zoon op te voeden, per ongeluk of niet, doet er even niet toe. Vertel hem in godsnaam dan dat het oké is om een man te zijn. Geef hem de vrijheid om zijn seksualiteit te ontwikkelen, wat die dan ook is. Geef mannen de kans om gewoon een man te zijn.
wanneer hij omkijkt naar een mooie vrouw. Corrigeer hem niet. Vertel hem niet dat het onbeleefd is om te kijken naar die mooie vrouw, maar moedig hem aan om naar haar toe te gaan en gedachten te zeggen. Vertel hem dat het oké is om een vrouw lief te hebben en zelfs te bewonderen om haar schoonheid. Daar doe je hem en de vrouwen die hij later ontmoet een enorm plezier mee. En als laatste, hou ik op. Als je als man zegt, ik wil me niet mannelijk gedragen en je wil de Politiek Correct prijs 2015 winnen, vind ik het prima. Maakt me echt niet uit. Het is hetzelfde als je besluit om morgen 100 kilo aan te komen. Dat is goed. Maar in beide gevallen betaal je een behoorlijke prijs in de liefdesmarkt. Dat is all. Dankjewel.